Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Acito. Welkom en leuk dat je kijkt naar Heracles TV. We beginnen deze uitzending met een korte terugblik op de wedstrijd van afgelopen weekend. Heracles Almelo ging op bezoek bij NEC. Emiel Hansson met een puntgave assist en Jis Hoornkamp zet Heracles vroeg op 0-1. Ja, ik denk dat we heel blij mogen zijn dat je met 1-0 de rust in gaat. Maar ik denk ook dat we aan de bal te klein speelden. Dus dat we te veel een druk moment voor hun inspeelden. Waardoor we ook niet echt het gevoel van controle kregen. En daar lagen echt wel mogelijkheden in de kantwissel, in de diepte, in een stationnetje verder spelen. En dat was ook het plan. Dus dat vind ik vooral heel erg teleurstellend. De strafschop. Okawa. En dan is zelfs Brouwer kansloos en is het 1-1. Heel erg teleurgesteld in het aantal kansen wat we vandaag hebben weggegeven. En ook wel echt in dat we na die 1-1 gewoon echt in de war zijn geraakt. En niet stoïcijns zijn gebleven. Hansen legt hem zelf en de kopbal goed. Ja, mooi doelpunt. Zijn tweede, Koki Okawa. Ja, en dan loopt die wedstrijd bij je weg. En daarna werd het iets beter. Maar goed, dat maakt eigenlijk al niet meer uit op dit niveau. En ja hoor, missie geslaagd. En als het vanaf 11 meter niet kan via Okawa, gaat het vanaf een metertje of 18 wel via Charon Sherry. Dan is 3-1 te veel om van terug te komen. De winterse transferperiode zit erop. Een mooi moment om terug te blikken op de veranderingen in de selectie met technisch directeur Nico-Jan Hoogma. Begonnen met de nieuwe trainer, 2 januari. Trainingskamp, evalueren met elkaar. Nieuwe formatie gevonden op het veld. De spelers zijn die geschikt? Hoe kijken we daarna met z'n allen? Dus alles gaat wel een heel snel tempo. Want je moet daarop proberen te handelen. En dan op zo'n laatste dag, dan probeer je nog het beste eruit te slepen. Ja, is het uiteindelijk een mooi proces voor een technisch directeur? Ik vind van wel, ja. Ik vind het een heel mooi vak. En daar zijn we natuurlijk dagelijks mee bezig. Maar die spanning uiteindelijk. En het teamwork, hè, wat je met elkaar hier dan doet, met name op zo'n laatste dag, is goed om te zien. Uiteindelijk dan Bruin, Jordi, daar zijn we mee begonnen. Als een van de twee tienen waar we nu mee spelen. Uppegaard, waar we in Marbella tegen PSV tegen gespeeld hebben. Daar ook de contacten gelegd met Marcel Brandsen en Stuart over mogelijkheden. En zo ontstaat een heel proces. En wat met name waar ik heel blij mee ben, is natuurlijk, maar die hadden we al binnen, maar die heeft de eerste seizoen zelf helemaal niet gespeeld. En dat zie je dus echt wel, dat ook een kwaliteitsinjectie is met je spits, met Jis. Ja, ik ben heel blij voor hem, maar zeer zeker ook voor ons dat hij speelt. Ja, en op zijn laatste dag met Aydin, heb je dan op de linker zes positie. Zoals Erwin dat dan zo mooi noemt, hebben we in onze beleving gewoon een uitstekende kwaliteit weten toe te voegen. Precies, laten we even terugkijken. Inderdaad, je zei net al, Jis Hoornkamp is terug. Nicolai Lauwsen kwam ook terug, is uiteindelijk weer weggevallen. Ja, dat was wel een heel zuur moment, hè? Oh, verschrikkelijk, joh. We hadden daar een prachtige wedstrijd tegen PSV. Geweldige omstandigheden, ook een heel mooi duel. Hij maakt zijn, net zoals Jis, maakt zijn opwachting na zo'n lange periode. En toen gebeurde dat, vreselijk voor hem. Het publiek was ook in één keer stil. Iedereen die was ook eigenlijk wel klaar met die wedstrijd. Ja, het is een verschrikkelijk moment. Hoe is hij momenteel zelf onder? Nou ja, toen we direct naar de hotelkamer gingen met elkaar. En hem daar hebben ondersteund in zak en as. Maar al vrij snel, de dagen daarna, pakt hij het op. Herpakte hij zich. En wij hebben daar ook als club uitgesproken om hem ten alle tijde te steunen. Het is natuurlijk een verschrikkelijk moment wat hij daar beleeft. Dus ik kan eigenlijk hier ook wel, en dat doe ik nu zo, een primeur meedelen. Dat wij, want hij heeft een aflopend contract. Nou, dat is verschrikkelijk voor een voetballer die zo'n blessure oploopt.
We zijn met hem in gesprek en dat moet nog afgerond worden. Maar wij willen hem behouden voor de club en hem op alle manieren ondersteunen. Ja, dat is natuurlijk ontzettend mooi nieuws ook voor Nicolai zelf. Wat zegt dat ook over zijn eigen mentaliteit? Ja, die was hiervoor ook al zeer groot. Je ziet dat het een hele positieve ingestelde jongen is. Die dus helemaal niet snel bij de pakken neer gaat zitten. Maar die, die gelijk weer energie probeert te krijgen om in zijn revalidatie te gaan. Hij weet natuurlijk exact wat er op hem af gaat komen. Dus ik vind het heel knap dat je dat al zo snel die knop kunt omzetten. Maar dit zal een lange weg voor hem zijn. Maar waarbij we hem als club maximaal zullen ondersteunen. Dan even naar het veld weer. Jordi Bruin had je net al over, die kwam over. Voor mij stond hij al langer op de radar bij jullie. Ja, was zelfs mijn eerste periode al dat ik hier was, stond hij al op onze lijst. We wilden hem toen van Heerenveen hebben, dat lukte, is ons toen nog niet gelukt. Nou, hij is naar NEC gaan uiteindelijk buitenland. Ja, nu was de tijd voor hem, maar ook voor ons wel rijp om hier naartoe te gaan. En om hem binnen te halen. En hartstikke mooi dat dat gelukt is. Welke kwaliteiten voegt hij toe aan de selectie? Ja, sowieso ervaring. Creatieve jongen. Maar wat ik bij hem ook zie is scorend vermogen. Dus hij kan vanuit die net achter de spitspositie kan hij ook zijn doelpunten mee pikken. Ja, en wij verwachten ook, zeker ook gezien zijn ervaring, veel van hem. Dan Uppercut kwam van PSV. Ja, talentvol. Een jongen die komt uit Noorwegen, snel. Ik vind hem heel technisch vaardig. Het is een jongen die veel energie brengt. Het liefst op de links-wingback positie speelt. Maar ook prima uit de voeten kan links centraal achterin. Dus een van die drie aan de linkerkant kan hij bespelen. Als dat ook zou moeten, zou hij ook op die verdedigerspositie een rol kunnen vervullen voor ons. Door zijn komst heb je ook meer mogelijkheden achterin. Want Sava Cessic viel weg afgelopen week. Hoe is het met hem? Ja, heel beroerd natuurlijk. Speelt tegen Ajax en dan loop je deze vervelende blessure op. Dat is ook waardeloos. Maar goed, dit is sport. Dit gebeurt. Enorme pech voor hem. We hebben ook op de laatste dag nog geprobeerd om kwaliteit toe te voegen in die achterste lijn. Dat is nu, of vooralsnog is dat niet gelukt. We stoppen niet, we blijven wel kijken om ons heen. En dat zal niet de speler dan die we van een club kunnen transfereren, maar het zal dan gaan om een vrije speler. Maar dat moet lukken, dat moet passen. En één ding staat voorop, het moet kwalitatief ook... Hoe wij ernaar kijken, ook van toegevoegde waarde zijn. En anders zijn dit de spelers die het daarop moeten lossen. Ja, want hoe moeilijk is het om in deze winterse window kwalitatief goede spelers aan te trekken? Kwalitatief goede spelers liggen meestal vast. Of daar gebeurt iets mee, met Jordi in dit geval. Of Uppegaard, die uiteindelijk minder minuten krijgt of geen minuten krijgt. En dan perspectief gaat krijgen bij een club zoals wij. Of Roest die op de laatste dag ook te horen krijgt van het is misschien beter. Dat zijn allemaal van, timing is een moment, is een stukje geluk. Dan is het zo, kun je dan kwaliteit toevoegen? Of zie je die kwaliteit en vind je dat dat ook van toegevoegde waarde is? Maar dat is best lastig. En normaliter zitten gewoon de beste spelers bij hun clubs, die spelen en die liggen vast. Ja, ik kan me ook voorstellen dat clubs spelers ook niet zo makkelijk laten gaan natuurlijk. Nee, dat lijkt mij logisch. Dat doen wij ook niet. Ja, precies, nee. Dan op de laatste dag toch nog een ervaren speler bijgehaald met Rustic. Een Australisch international. De Europacup gewonnen in de zomer van 2022 met Eintracht Frankfurt. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die neem je wel mee als speler. Een stuk ervaring is altijd goed om in je elftal, positieve ervaring is altijd goed om in je elftal te brengen. Afgelopen winter hebben jullie ook afscheid genomen van een aantal spelers. Kun je vertellen om welke spelers dat is gegaan en waarom die keuzes zijn gemaakt?
Nou, Ibrahimoglu, daar begon het mee. Dat was al een lange proces. Die hadden we in de zomer ook al aangegeven van... je kunt uitkijken naar perspectief hier is niet zo groot. Nou, dat is hem toen niet gelukt. Nou, wat ik toen ook al volgens mij al zei, fantastische prof. Altijd gestaan ook voor de club. Daar waar hij moest zijn, was hij er. Niks dan lof, maar uiteindelijk wilde hij dat ook niet meer. En wilde hij ook wat nieuws. Nou, prima. Dat was de eerste. Satriano, door de terugkeer van Jis vanuit de blessure, nog minder perspectief voor Antonio. En Trento, een club in de Serie C, die zocht een spits, die wilde graag. Nou, dat lijkt ons verstandig dat hij daar speelminuten gaat krijgen en ook weer zijn wedstrijden gaat krijgen. Dus die hebben we verhuurd met een koopoptie aan de kant van hun. Nankizi, hetzelfde verhaal, weinig perspectief, nieuwe formatie, trainer, derde, vierde man ergens achter mensen. Dus met Bremen heb ik gesproken van is dit nog wel zinvol om deze manier te doen? Nou, zo kom je dan samen tot een oplossing en uiteindelijk heeft hij nu zijn weg bij 1860 München gevonden. Ja, dus zomaar een aantal spelers waarvan je zegt van dat zou goed zijn om een andere keuze te maken. Ja, dan nu is het, de window zit erop. Ja, waar kijk jij het meeste naar uit als technisch directeur de komende weken? Nou ja, na de wedstrijden weer. Ik bedoel, de window is gesloten. Wij blijven nog wel steeds bezig, wat ik net al uitlegde. Maar ik kijk uit naar de wedstrijden. Dat is altijd mooi. Komend weekend komt Heracles Almelo in actie tegen Vitesse. We blikken met Brian de Keersmaker vooruit op dit duel. Ja, om een of andere reden is het uit toch altijd iets lastiger voor ons. Ik denk dat we, als we thuis spelen, dat met publiek erachter dat toch iets vloeiender gaat. En dan hoop ik dat zaterdag weer gaat gebeuren zo. Ja, als je kijkt de tweede helft tegen Volendam, de wedstrijd tegen Ajax, hebben jullie ook veel goede dingen laten zien. Is het nu de zaak om die lijn ook door te trekken? Ja, zeker. Zoals ik zeg, we moeten al niet te negatief blijven. Ik denk dat we hebben gewoon een goede groep en we moeten gewoon positief zijn en vol voor gaan. Ja, Vitesse, ook een aantal wisselingen geweest daar. Jullie hebben ook versterkingen bijgekregen. Hoe gaat het bij jullie? Jullie nieuw systeem natuurlijk. Merk je dat het steeds beter gaat? Ja, er komt zeker vooruitgang in. Dat is ook logisch. Je traint op bepaalde dingen. En dan moet je zien dat er steeds progressie wordt gemaakt. En ik denk dat we dat wel zien op de trainingen. Er wordt hard gewerkt. Vroeg of laat moet die wel eens onze kant op vallen. En hoeverre is jouw rol nu anders dan dat het voor de winterstop was? Of verschilt het eigenlijk niet zo heel veel? Ja, je speelt nu eigenlijk meer met twee man op het middenveld. Waardoor soms in grote ruimtes komt. Maar ja, ik vind het eigenlijk niet erg, omdat kom ook wel in mijn kwaliteiten. Dat is veel lopen. Dus al bij al vind ik het niet erg. Ik doe gewoon wat er gevraagd wordt van mij. En probeer het zo goed mogelijk uit te voeren. Wat moeten jullie tenminste leveren om een goed resultaat te boeken zaterdag? Ja, 120% inzet. Ik denk dat daar begint alles bij. En ook gewoon durf, lef uitstralen. Tonen dat we kunnen voetballen. Proberen van achteruit op te bouwen. En dan zo tot kansen te creëren. Ja. Top, heel veel succes zaterdag. Heracles Almelo tegen Vitesse begint zaterdagavond om 9 uur en is live te zien op ESPN. Tot zover deze uitzending van Heracles TV. Volgende week zijn we weer bij jullie terug. Heel graag. Tot dan. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Acito.